We zijn weer met aflevering 2. We zijn nog steeds bij Ariska in de studio, bij jou thuis. Fantastisch om hier te zijn. Vorige week hebben we geluisterd naar een nieuw plan. En daar heb je ook fantastisch leuke dingen over verteld. Heel interessant. Dus als je die nog niet gezien hebt, kun je nog even terugzoeken. Maar nu zijn we hier en gaan we luisteren naar Laat Me Nog Even. Mm-hmm. Wat kun je daarover vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, Laat Me Nog Even, dat gaat over mijn kindjes. En ik ben eigenlijk gaan schrijven toen mijn jongste zoon 4 was en naar de basisschool ging. Toen hadden we wat meer tijd. Ja, dat is natuurlijk ook een tijd dat hij dus aan de hand loopt naar school en laat mijn hand los en hij rent gewoon lekker weg, weet je wel? En dit lied gaat over dat het ook gewoon zo heel lekker is om voor ze te zorgen en zo lekker in je armen te houden, zeg maar. En je hebt de saxofoon in je handen. Ja. Die is dus ook te horen in het nummer? Ja, die is ook te horen in het nummer. En heb je die dan ook zelf? Want ik weet, je zingt, je speelt gitaar, je speelt piano, ja. Maar saxofoon, dat wist ik niet. Saxofoon speel ik ook. Ik voel me niet helemaal 100% saxofonist, maar ik speel het wel. Ik heb altijd dwarsfluit gespeeld en ben ik heel enthousiast geraakt toen er bij een optreden was van Jan Akkerman. Ja. Die had de saxofonist mee. En die speelde zo gaaf en toen dacht ik, ik ga het ook proberen. Toen heb ik saxofoon geleend en toen met de band wat liedjes meegespeeld. En zodoende enthousiast geraakt. Ja, en hij staat ook op Laat Me Nog Even. Het klinkt ongeveer zo. Prachtig, wat een multitalent ben je. Echt wel. Geweldig. Nou ja, ik ben inmiddels heel erg nieuwsgierig geworden. Dus laten we kijken en luisteren naar Ariska met Laat Me Nog Even. Laat me nog even, laat me nog even voor je zorgen. Je trekt me aan en duwt me weer weg. Hou je nog even, hou je nog even aan mijn hand vast. Je laat me los, gaat jouw eigen weg. Als ik trots naar je kijk nu, en jij jezelf overwint, zie ik hoe je om me lijkt nu. Ben je groot, maar je blijft altijd mijn kind. Laat me nog even, laat me nog even voor je zorgen. Wat ben je groot, waar blijft de tijd? Nog even in mijn armen. Laat me je beschermen voor altijd. Als ik trots naar je kijk nu. Hoe je om me lijkt nu hier.
maar je blijft altijd mijn kind. Net eens gekeken in beide Fellowship of Acoustics waar Ariska het nummer Laat Me Nog Even Lied Horen. Nou ja, fantastisch nummer, kan niet anders zeggen. Bedankt voor deze keer. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we kijken en luisteren naar Achter het Plein. Bedankt en tot volgende week.